zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh. Kwamen ze door aangeschud. Oerend haat, want ze hadden van de motorcross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch mortiet verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen doen. Scheurden ze naar de Krasnohuis. Oerend haat, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Voor hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen doen. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leurie nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat doen? Oerend hard. Maar wie gaat doen? En wie gaat doen?